Hi, and welcome to an all-new HDDR Entertainment episode. Since this video is entirely in Dutch, I suggest you switch on the subtitles right now. En dan nu verder het Nederlands. Tijdens ons privé-eventje bij CQC Central hebben we meerdere game modes gespeeld. Eén daarvan was een verstop van Mr. X, welke wij moesten bevrijden met ons team. De tegenstander zou hem ergens vasthouden en wij zouden moeten zoeken en moeten bevrijden. Hiervoor hadden we een klein plannetje gemaakt. Helaas verliep onze bevrijdingsactie niet geheel volgens plan. Als je dat gedaan hebt, ga je met het schild ga je door de gang heen en in de tussentijd gaat de tweede squad, die scrolt elke keer de linkerkant. En dit team komt alleen maar met het schild erbij om te zorgen dat ze de campers die hier aan het einde van de gang zitten, dat jij vrije doorgang hebt om alle kamers te clearen. Dan kom je bij de kast, bij de kamer waar je niet in mag. Dit is een lastig punt. Dit is echt een lastig punt. Waarom? Als er hier een vent staat en er staat hier een vent, je zet het schild naar voren, word je gelijk de zijkant ingeraakt. Dus wat zou je moeten doen? Hetzelfde trucje als wat je hier deed. Deze vent met het schild gaat eerst tegen deze kant van de muur aan zitten. Die klapt het schild een klein schuin, zodat die deze hoek al kan zien. Als hij denkt dat dat vrij is en er wordt hier nog geschoten, schuift hij een klein stukje op naar voren en deze vent springt erin. Het liefst gelijk twee man. Staat hier één, schakelt hij jou wel uit, maar je hebt toch een medic en die tweede vent, die schakelt die vent daaruit. Onthoud dat dit kleine dingetje ook nog gekleerd moet worden. En dan kom je hier bij het raam waar ik het voorbeeld zei dat je niet met je replica overheen mocht, maar waar je wel doorheen mocht schieten. Hou er rekening mee dat deze vent voorbij komt met dat schild. Dus op het moment dat jij hier staat, sta je recht tegenover hem. Als je hem nou weer zijn plekken schiet, zou zonde zijn. Hier in de hoek willen ook mensen zich vaak verstoppen. Dus zorg dat je met het schild, op het moment dat ze hier al gevlucht zijn naar boven, dat je deze kant met het schild inkijkt, zodat je deze dode hoek voor deze vent wegneemt. Die komt hier erin, dan heb je de onderkant geklit. Ga niet via deze trap naar boven. Deze trap is te moeilijk. Dit gaat je niet lukken. Dan moet je echt zo op elkaar ingespeeld zijn, dan moet je hier zo vaak gespeeld hebben. Je hebt namelijk boven heb je 3-4 verschillende openingen. Als ze daar allemaal een poppetje in zetten, worden jullie helemaal weggespeeld op heel de trap. Deze trap kan je wel pakken. Nou klinkt dit als een solide plan en de uitvoering, ja, zijn we best wel tevreden over. Laten we daar eens naar gaan kijken. De start gaat eigenlijk vrij vloeiend. Alhoewel, we vergeten één ding, namelijk direct het shield mee te nemen. Check die kast, hè? Tim, gooi je deur op. Ja, zo. De kast, jij de deur open? Hit! Wie is medic? Medic! Medic komen! Luc, volgen. Hit! Op jongens, volgen! Ook was het vrij chaotisch dit begin, toch hebben we het relatief gezien goed voor elkaar gekregen. En nou kunnen we aansluiten en is in één keer het hele systeem weer operationeel. Blokkeer die deur. Clear. Door pushen. Ik doe het niet.
Check de keuken, check de keuken, check de keuken. Check de keuken. Drie maal omhoog. Schop, schop. Ja, ja. Oh, ja, dan moet iemand anders hem bakken. En geef anders je eigen hier even af, jongens. Tot zover verliep het geheel al volgens plan. Tot zover was ons plan. Dus dat was het dan ook. Maar, nou komen we boven. En hebben we natuurlijk Mr. X nog altijd niet gevonden. En waarschijnlijk zit hij er ergens boven. Jij moet proberen op die bovenste treden neer te zetten aan de linkerkant. Linkerkant blokkeren. Ja, dan hebben we erachter kunnen staan. We maken hier eigenlijk een cruciale fout. In plaats van de relatief hoge snelheid die we hadden in het begindeel van deze missie, verliezen we nu alle snelheid. Juist precies op het moment dat we het nodig hadden. Ik probeer later te staan, ja. Contact. Waar? Die komt een keer. Klik is niet. Dit was dus duidelijk de cruciale fout. In plaats van snel van positie te veranderen naar de bovenstaande trap en daardoor weinig kans te hebben om geraakt te worden vanuit de ruimte waarvan zeker een aantal tegenstanders zaten, verplaatste ik me heel langzaam om ieder hoekje te checken. Met als resultaat dat ik juist op de plek waar ik niet helemaal kon checken, geraakt word. Pas op voor de onderkant. Hij wordt aan de onderkant geraakt. Nee, ik had het alleen. Je moet er eerst snel doorheen als je mij wil merken. Geen stil aan, snel erin. Achter de koninkje. Ja. Oké, goed hoor. En ik ben weer operationeel. We zijn echter al het momentum wat we hadden helemaal verloren. En dat heeft zijn uitwerking op de rest van deze missie. Het! Zoals jullie hebben gezien ging het geheel niet helemaal volgens plan. Uiteindelijk, nadat ik afgedroppen ben, wisten we nog wel daar door te pushen. Alleen heeft een van onze teamgenoten toevallig Mr. X zelf uitgeschakeld, wat het resulteerde in het feit dat we deze ronde hadden verloren. Jammer, maar helaas. Volgende keer beter. Ik bedank jullie voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe video van AGDR Entertainment. Kan je hier in die tegen de binnenkant gaan zitten? Ja, maar.